NDP-parlementariër Rabinder Permeser pleitte vandaag in de Nationale Assemblée voor een verzelfstandiging van de Belastingdienst. Tijdens de behandeling van de wet fiscaal identificatienummer zei de parlementariër dat de Belastingdienst pas goede resultaten kan neerzetten als de basis om het werk te doen goed geregeld is. De situatie bij de belastingen laat volgens Permeser echter nog te wensen over. Door deze werkwijze hebben we gemerkt dat er sprake is van een enorme brain drain en is de dienst niet aantrekkelijk als werkgever. De gevolgen hiervan zijn onder meer een ongezonde grote werkdruk op de schaarse kundige en loyale medewerkers waarvoor wij onze dank moeten uitbrengen. Na vele keren een beroep op de regering te hebben gedaan door mij en enkele collega's is er in de marge een salarisaanpassing geweest dat absoluut niet realistisch is, blijven afdelingen kwalitatief onderbemenst en wordt er weinig geïnvesteerd in de materiële infrastructuur. De doelen, targets die gesteld worden, kunnen dan ook niet altijd behaald worden. Het IMF roept om hervormingen bij de Belastingdienst, maar het DNA-lid wijst er tegelijkertijd op dat de instantie niet eraan toekomt de nodige service, aandacht en begeleiding aan de belastingplichtigen te geven. Permeser zegt dat er in de afgelopen periode heel wat instituten in het leven zijn geroepen, echter wordt er aan het versterken van de Belastingdienst weinig aandacht besteed. Ik draag de overtuiging dat met een goede wil dit in maximaal een jaar gerealiseerd kan worden. Met realistische salarissen en hoognodige materiële infrastructuur, zoals geavanceerde computers met relevante software, etc., dan pas zal de Belastingdienst betere resultaten neerzetten. Ik heb het dan over een verzelfstandiging, autoriteit of wat dan ook u wilt noemen. Ja, in die richting denken we. En daarover hebben we een paar keren gesproken. Permeser vroeg in dit opzicht ook naar een overzicht van de belastingen die geïnd zijn in de periode 2022 en 2023.